Laten we beginnen, want er is gewoon heel veel te vertellen. Het WK zit erop. Jullie hebben als WK-watchers 4 weken lang allerlei indrukken gehad. Die hebben we ook op verschillende momenten besproken. Ik wilde graag met jullie even een viertal onderwerpen doornemen. Dan begin ik even, en dat doe ik op alfabetische volgorde, is voor mij makkelijk. Bij jou, Robert. Ik zei net al even aan de telefoon. Ik had genoteerd ergens in de 70ste minuut, omdat jij toch in de NOS-studio zat, heb jij misschien nog schermen waarop jij ziet dat het echte Frankrijk ergens op een ander veld staat. Toen zaten we in de 80ste minuut en toen zag het er weer heel anders uit. En dan ga ik ook weer terug bij iets wat jij al aangegeven. Als je de Argentijnen onder druk zet, dan zijn ze verdedigend kwetsbaar. Dat zagen we tegen Nederland, dat zagen we nu weer. Mag ik jou als eerste het woord geven? De finale, hoe heb jij hem gezien en wat is jouw indruk? Nou ja, ik heb hem bij de NOS gekeken inderdaad, met langs de lijn radio. Ik vond het een heerlijke wedstrijd. En ik heb ook geadviseerd dat iedereen, zelfs als je niet van voetbal houdt, dan is dit een wedstrijd om te gaan kijken. Het zag er inderdaad naar uit dat Argentinië heel makkelijk op de been zou blijven tegen Frankrijk. Van Frankrijk heel matig. Argentinië deed dat goed. Verdedigend stonden ze goed. Ze lieten de juiste mensen aan de bal. Hè? Voornamelijk de backs. De rechtsback van Frankrijk. Die ook veel foute passes afleverde. En daar vandaan kon Argentinië domineren. Ja, totdat dat gekke moment die strafschop kwam. En toen in één keer was het Frankrijk. En Argentinië hebben we natuurlijk tegen Saudi-Arabië gezien. Hoe ze in de problemen kwamen. We hebben tegen Nederland gezien hoe ze in de problemen kwamen. En dat was nu eigenlijk weer. Ja, voor hetzelfde geld verliezen ze 2 minuten van tijd met die enorme kans. Ja. Een beetje de verlenging. Verliezen ze gewoon de wedstrijd nog. Maar ik denk in het algemeen dat Argentinië wel de terechte winnaar van deze finale was. Ja, en dan even door naar jou, Huub. Je hebt zelf finales gespeeld. Je hebt het gedaan als speler. Je hebt als trainer langs de kant gestaan. Wat denk jij dat zo'n Deschamps heeft gedacht toen hij de eerste 20, 30, 40 minuten van de wedstrijd zag en tot aan het moment van de wissel? Ik denk dat hij wilde afreizen, hoor. Want ze werden helemaal overdonderd. In beleving, in agressie. Ik vond Frankrijk niet het Frankrijk zijn wat ze konden. Argentinië, die speelde met een fantastische beleving. En vind ik ook dat ze terecht gewonnen hebben, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en dan het moment, Stijn. Hè, jij gaf vooraf aan het WK aan. Ik ben heel benieuwd hoe de spelstijlen vanuit Europa, Azië en Zuid-Amerika elkaar gaan treffen. Maar dan toch even specifiek over wat er bij het eerste penalty moment gebeurt. Een aanvaller in de 16, Dembele. Wat dacht jij en wat denk jij als trainer als jij zo'n aanvaller in je eigen 16 hebt lopen? Nou, je zag het zo gebeuren. Hè? Op het moment dat Di Maria naar binnen gaat, weet je dat er contact gaat komen. Ja, aanvallers komen niet vaak in die situatie, maken de verkeerde beslissingen en dan geef je zo'n domme penalty weg. Het gebeurt vaak, het zal nog vaak gebeuren met aanvallers, maar het is gewoon zonde natuurlijk. Maar goed, dat was nog niet de domste penalty van de avond natuurlijk. Nee, want dan blijven we even bij de eerste helft. Dan komt ook het tweede doelpunt. Robert, ja, dan lijken de Argentijnen op rozen te zitten. Ja. Nou ja, die wedstrijd was eigenlijk gespeeld. En Deschamps durfde natuurlijk wel in te grijpen. Direct naar de eerste goal eigenlijk al. Zal die mensen eruit gestuurd hebben om warm te lopen. En ik vond dat wel een gewaagde wissel. In het moment dat hij dat doet. Hè, want uiteindelijk, toen de jongens warm waren, was er nog maar 3 minuten of 4, 5 te spelen voor de rust. Maar dat vind ik dan toch wel knap van Deschamps. Dat hij dat wel dan durft en doet. Want je kan ook denken, nou ja, ik wacht tot de rust en dan gaan we eerst maar eens kijken hoe het ervoor staat. Maar hij pakte direct door, ging met Mbappé in de spits spelen. En met Thuram wat meer vanaf de linkerkant. En hij houdt toch Giroud eraf. Eigenlijk de man van het toernooi was tot nog toe op Mbappé na, bij de Fransen. Dus ik vond dat een gewaagd verhaal. En ze hadden natuurlijk kunnen kijken naar Nederland, hoe ze dat met Weghorst en De Jong deden. Daar hebben ze niet voor gekozen. Ze hebben toch een andere oplossing proberen te vinden.
Wat uiteindelijk pas heel laat in de wedstrijd lukte. Want ik moet zeggen dat de tweede helft vond ik de Fransen wel iets beter terugkomen. En ook wat energieker. Maar eigenlijk pas in de verlenging vond ik dat Frankrijk echt wat beter was dan de eerste helft. Ja. Dan schakelen we even naar jou, Huub, want we hebben het ook gehad over Nederland. Jij zei daarover, hè, ook die wedstrijd tegen Argentinië. Zo wil je niet van de Argentijnen verliezen. Je komt terug op 2-2 en dan in de verlenging. Hè, want Nederland scoorde dan echt in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd. Laat je het weer wegvallen. Was dat nu ook het geval bij Frankrijk? Dat je zag ze komen op 2-2 en schakelen dan weer terug? Nee, dat vond ik niet. Ik vond dat Frankrijk ook in de verlenging aan de betere hand was. Kijk, Nederland die schakelde weer helemaal terug. En nadat ze bij wijze van spreken de 2-2 gescoord hadden. Maar dat deed Frankrijk niet, vond ik. Die bleven toch voetballen. En die wel op een andere manier dan Nederland dat gedaan had. Maar Nederland schakelde helemaal terug. Die gingen weer eigenlijk terug naar af, waar ze ook bij wijze van spreken in het begin van de wedstrijd tegen Argentinië mee bezig waren. En dat vond ik bij Frankrijk zeer zeker niet. Ik vond dat Frankrijk wel nog getracht heeft om tot scoren te komen. En dat was er nog wel bijna geluk ook nog. Ja, dan wat ik al eerder zei, Stijn, de spelstijlen, het Zuid-Amerikaanse temperament en ook eigenlijk wel toch af en toe op het randje. En was Frankrijk vanavond niet te netjes? Want je zag toch echt dat die Argentijnen, er zaten een paar hele gemene overtredingen bij. Frankrijk had misschien nog wat meer agressie zelf erin moeten leggen. Hoe zag jij dat? Ja, ik denk dat dat Argentinië echt het DNA uitstraalt. Het is gewoon de definitie van wat ik als Grinta aanschouw. Het zijn gewoon 10 krijgers plus Messi. En iedereen heeft eigenlijk een functie van Messi gespeeld. En Messi heeft een heel hoog niveau gehaald dit toernooi nog. Maar zonder andere spelers tekort te doen. Want er waren toch nog een aantal andere goede spelers bij Argentinië, maar ik ben het eens met de commentaren hier dat Argentinië gewoon terecht verloren heeft. Als je bij dat DNA. Ik vond dat het bij het volkslied begon eigenlijk. De passie waarmee ze zongen. Je voelde alles. Ja, ze hebben één missie. En die missie was gewoon een wereldkampioen worden. Hè. En, ja, goed. En daar zijn ze echt tot aan het gaatje voor gegaan. Ik vind het heel knap dat als je eerste wedstrijd verliest. En je zet jezelf zo onder druk, want zij moesten niet. Vandaag was niet alleen hun finale, ze hebben 5 finales moeten spelen. Ja, dat je dan zo het toernooi afrondt met penalties, tot aan het gaatje gaat. En God is eigenlijk opgestaan. Hè. Deze wedstrijd heeft nu echt alles bereikt. Ja, voor mij was er al geen discussie wie de grootste was. Dus hij heeft vandaag gewoon de puntjes op de i gezet. En ik denk dat iedereen mee eens is. Ja, en iedereen daarmee zo ook gunt die wereldtitel. Ja, dat zeker nog even dan uitlichten, want dit WK hebben een aantal sterren geschitterd. Mbappé maakt uiteindelijk gewoon 3 doelpunten. En dat doet hij 2 keer vanaf de reguliere speeltijd en verlenging. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid wel. In hoeverre is het dan zo dat, als we praten over gemiste kans voor Frankrijk, dat het met de kans in de allerlaatste minuut, waarbij de keeper geweldig zich uitstrekt, toch ook terecht was geweest als Frankrijk met het tweede gezicht gewoon gewonnen had? Nou, dan had ik het niet terecht gevonden. Want ik vond dat Frankrijk tot aan de 80ste minuut overdonderd werd door de Argentijnen. En de Argentijnen duidelijk de betere ploeg waren. En ik denk dat het ook zoveel kracht kost, zoals die Argentijnen gespeeld hebben, dat hun een klein beetje tegen ging werken in de laatste minuten van de wedstrijd. En ook in de verlenging, dat hun dat tegen zat. Ja, Argentinië wisselde ook pas veel later. Hè? Ja. Dat had natuurlijk al eerder gewisseld. Dat viel me overigens bij het Nederlands elftal ook, Huub. Ik was nieuwsgierig naar jouw mening ook. Van Gaal had het erover dat ze in de verlenging tegen Argentinië niet vol door konden gaan, waar ik het niet mee eens was, omdat ze de energie niet zouden hebben. Maar ik dacht, volgens mij hebben ze 5 man gewisseld, plus nog een extra wissel te goed. Ja. Dat was heel raar. Nou, ik vond sowieso raar dat die bewijzen van spreken in de verlenging Jansen niet bracht. Ja, voor de penalty. Want dat is dan toch ook een goede strafschoppennemer.
Ja, die had ik bij wijze van spreken toch erbij gepakt. Ja. En dat hebben ze ook niet gedaan. Nee, opvallend. Ja. Oké, dan, want dan komen we al een klein beetje op het volgende onderwerp. Is er iemand iets over deze finale of besluiten we met dat Messi zijn terechte titel heeft gewonnen? Ja, nou, ik wil nog wel even zeggen dat je hebt natuurlijk drie trainers of ex-trainers in dit geval die enorm van die Argentijnen houden qua speelstijl, qua hard werken, qua hart en ziel spelen, de tackles die ze erin gooien. Oh, mijn hondje begint te blaffen, hoor je. Die staat Messi fan. Ook Argentinië fan. En ja, ik denk dat wij allemaal hebben kunnen genieten van alles wat die gasten uit de kast halen. Weet je, de wissels die de bal wegtrapt op het moment dat die voor de voeten kwamen. De keiharde tackles daar waar nodig. De duels die ze speelden in de lucht ook. Wat dat betreft heb ik echt zitten genieten, hoor. Ja. Ja, fantastisch. Die beleving wat die op de mat gebracht hebben, vind ik ook dat ze een waardig wereldkampioen zijn.